Het is gewoon spannend en pittig en lelijk en prachtig. Allemaal in één keer. Nou, dat heb je in de beste films natuurlijk. Something's happened. Something has absolutely happened in this town. S-Town is de beste podcast die ik ooit heb gehoord en velen met mij. In de eerste week werd het in Amerika al 10 miljoen keer gedownload. En het gaat over een excentrieke klokkenmaker in Alabama met een heel zwartgallige kijk op het leven. En het begint als een soort whodunit. En je denkt dat het gaat over een moord die gepleegd wordt, maar het wordt een soort karakterstudie. En het is heel erg mooi gemaakt. Welkom bij de S-Town Verwerkingsborrel. Even verwerken. Hoi. Dus zoals mensen vroeger samen voor de radio zaten, omdat er maar één radio in huis was en samen luisterden. Zo heb je dus nu dat al die mensen op hun telefoontje zitten te luisteren, maar toch de behoefte hebben om het erover te hebben en weer samenkomen. Vanwege alle die vragen die het programma oproept en de onbeantwoorde vragen vooral, wil je in discussie gaan met andere mensen over precies wat ze daarvan vinden. Vind jij het leuk om gespreksleider te zijn van dit groepje? Oké. Okay. Het gaat ook allerlei kanten op, hè, het verhaal. Ja. Dat is het leuke. Na die eerste aflevering denk ik van, ja, ik ben nou toch wel benieuwd hoe dat is met dat stadje en wie vermoord heeft en zo. Wij noemen het de S-Town Verwerkingsborrel, omdat er dus ook echt wel wat te verwerken is. Je gaat je echt verdiepen in het leven van een hele interessante, intelligente, en extreem rare mens. Dat vond ik zo goed aan deze podcast. Dat heb ik nog niet eerder zo heftig gehad. Dat ik het zo goed voor me zag. Ja, de discussiepunten gaan bijvoorbeeld over het maakproces. Er zijn wel mensen die vinden dat Brian Reed, de maker, te ver is gegaan. Dat het een soort voyeurisme is waar hij een appel op doet bij de luisteraar. Nou, daar kun je over van mening verschillen. Maar het verhaal zelf roept ook heel veel vragen op. Wat is nou het bezwaar dat ze maken? Nou, dat er dus een verhaal wordt verteld zonder toestemming van die man. En dat gaat heel ver. Vooral met die lichamelijke details, met die automutilatie en die kick die dan van die tatoeage zo krijgt en zijn seksleven. Dacht ik van, oh, dat gaat wel. Het is zo intiem. En daar heeft hij geen ja tegen gezegd. Nee, dat is waar. Je moet wel tegen zichzelf beschermen als ze hele rare dingen hebben gezegd. En het draagt niet bij aan het verhaal. Ja. Dan laat ik het uit, maar nu vind ik wel dat alles heeft bijgedragen aan het verhaal. Niks had eruit gemoeten. Ik denk dat het heel interessant is ook om naar te luisteren als je wil begrijpen wie de Trump-stemmer is bijvoorbeeld. Want daar is deze man mee omringd. En hoe die met elkaar omgaan. In de podcast zit een doolhof. En eigenlijk zitten we allemaal nog in dat doolhof een beetje onze weg uit te zoeken. Ik hoop dat het lukt. Maar misschien blijven we wel voor altijd drinken in de doolhof. Ja, het heeft me heel erg ontroerd ook. Wat wij zeggen natuurlijk, wij podcastmakers en radiomakers, is het radio heeft de beste beelden. Dus probeer het maar uit. You're in one of these areas where stuff happens and you can't help it.